Goedemorgen. Sap, die was nog niet helemaal wakker. Dus we zijn hier even aan het kijken naar hoe de zon opkomt. Even snel ontbijtje maken. En dan gaan we op pad rammen. Het is nu 5:10. En de eerste vliegen die beginnen alweer te komen, dus heerlijk. Ik ga even mijn morningplasje doen en even ontbijtje maken. En dan gaan we op pad. Groetjes! En als je dus denkt van, oh, hebben jullie hier lekker geslapen? Want je ziet daar al een andere vrachtwagen. Dan zeg ik, nou, af en toe kwam er een kleine roadtrain langs. En die roadtrains, ik weet niet of je hem al hoort, maar die maakt een klein beetje herrie. Hier komt een. En dan weet je ook waarom ze road trains heten. Want los van het feit dat ze erg lang zijn, maken ze ook echt een takherrie. Daarom. Wat ben je aan het doen? Lekker koffietje maken. Goed dan. Hier hebben wij net heerlijk lekker in het zonnetje gezeten. Walvis spotten. Er is zelfs een walvis daar. Ik denk niet dat we het kunnen zien hierop. Ondertussen zijn we lekker even aan het koken. Dit is onze setup voor vanavond. Het tentje staat weer mooi. En hier aan de achterkant. Muziekje erbij. In onze keuken. Of niet, stop. Gaat hier. Wat zijn we aan het maken? Kip met aardappel. Hollandse aardappels. Ja, die hebben we al een weekje niet gegeten. En het gaat dan hier op twee gastelletjes. Buur. Lange dag op zitten. We zijn om 11 uur of zo weggegaan en het is nu 5 uur. We zijn net aangekomen op onze stop ergens in the middle of nowhere, maar wel echt super mooi. Ik zal even laten zien. Hier is Michiel even bezig met de auto. Hier hebben we ons tentje opgezet en we zijn meteen uit de auto gesprongen om even een lekker versnaperingetje tot ons te nemen, een paar chippies en vodka colaatje. En dit is ons uitzicht voor de avond. Echt super mooi daar, super grote vallei. Daar de ondergaande zon. Echt gewoon weer een geniale plek in the middle of nowhere. We zitten nu 500 kilometer van Broome en volgens mij, hoeveel kilometer nog? Nog 13.
1350 kilometer naar Darwin. Nog 1350 kilometer naar Darwin. En alle national parken onderweg zijn gesloten, dus eigenlijk is onze enige activiteit rijden. Ja, dus ondertussen hebben we elkaar alles verteld wat we ooit hebben bedacht, meegemaakt. Nou ja, noem het maar op. Nee, maar het is... Het zijn wel lange stukjes. Het zijn lange stukjes, maar dit uitzicht is wel weer echt top. Als je dan kijkt vanuit ons tentje waar we op uitkijken, is gewoon niet normaal. Supermooi, supermooi. Het enige nadeel onderweg is gewoon dat... Eerst hadden we hele mooie scenic routes, zoals eigenlijk wat je hier ziet. Maar nu hebben we eigenlijk 500 kilometer door de shit gereden. Maar we worden wel beloond met dit avondspotje.